Mijn naam is Michel Roch. Ik ben voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het werk van de Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid raakt eigenlijk iedere Nederlander. Het gaat over werk, het gaat over inkomen. De participatiewet is een heel actueel thema. Pensioenen is een heel actueel thema wat veel mensen raakt. Een voorbeeld waar de commissie zich mee bezighoudt is het thema schulden. In de hoorzittingen zijn ook duidelijk voorbeelden naar voren gekomen over hoe het komt dat mensen in zo'n situatie terechtkomen. De commissie gebruikt dit in de debatten met de minister en de staatssecretaris om uiteindelijk het beleid te veranderen en ervoor te zorgen dat mensen eerder uit een schuldensituatie kunnen komen. De veranderende arbeidsmarkt is ook een thema wat hier natuurlijk besproken wordt. We zien dat er een ontwikkeling is dat steeds meer mensen zelfstandig werken. We zien ook dat er sprake is van robotisering. En dat heeft allemaal invloed op de positie van werknemers en op het inkomen van mensen en de organisatie in bedrijven. En wat we als commissie proberen is om niet alleen te praten met onderzoekers en mensen van instanties en instituties, maar juist ook het gesprek te hebben met mensen die zelf ervaringsdeskundigen zijn. Voor mij is het heel mooi om voorzitter te zijn van deze commissie, omdat datgene wat wij bespreken mensen eigenlijk altijd raakt in hun persoonlijk leven. Iedereen heeft te maken met het beleid wat in deze commissie en in de debatten met deze minister en staatssecretaris wordt gevoerd.